Oh, hun kunnen niks tegen creepers. Die creepers die lopen gewoon door. Die creepers lopen serieus door. Hey kijkers van Michael's Terms. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe... Ze sturen heel veel. Schat, ja, ik wil al die zeggen. Die toren werkt niet. Oh shit, daar wou ik nog net wat neer gaan zetten, Giel. Volgens mij snappen de rest van onze teamgenoten niet waar het begint. Nee, ik heb het door. Wij spelen vandaag weer... ik heb niet eens genoeg geld om dat neer te zetten, dus... heel nice dat dit allemaal zo lekker laat werken. Iemand sturen? Nee, ik zet even snel een mage tower heb ik hier neergezet. Nice. Maar ze komen ook weer langs je andere mage tower op. Daarom, en ik zet hier een artillery tower neer, zo. Nou, nu brandt de boel even flink goed af. Dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe, tower defense. Bij ons is het begin altijd super hectisch. Maar ja, dat weet je vanzelf wel, dat is bij elk spelletje zo. Oh, ik heb één artillery tower nu op max gezet, dus dat gaat wel goed. Volgens mij zit Jeff de Bos... uit zijn neus te peuteren. Oh shit, we moeten natuurlijk wel troepen sturen, hè? Ja. Ik vergeet dat gewoon de hele tijd. Ja. Oh, hun gaan ook niet zo goed, hoor. Nee, hun zitten hard te verdedigen. Dus ga alsjeblieft troepen sturen, jongens. Ik heb geen geld. Ik heb al die torens gekocht. Ik heb ook torentjes gekocht. Iemand zei dat je als je vliegend slaat, dat je dan sneller damage kan doen, volgens mij. Echt? Dat klopt dat ook. Oh. Of ja, in ieder geval iets met vliegen, maar probeer gewoon 1 meter boven de grond te hoveren. En dan kun je ook nog sneller bewegen. Oh ja, ik weet wel wat het was. Normaal, als je springt in Minecraft en je slaat, krijg je een critical hit. Ja, oh, zo, als je, dus als je blijft vliegen. Dan heb je meer kans op een critical hit. Ah, ik heb mijn research gedaan. Oh ja. Oh ja, ik zie het, holy shit. Doe, niet zo'n beetje. Zo, dit werkt heel hard, gek. Oh ja. Lol. Dit is geen grap, je slaat ze gewoon bijna one clap. Je slaat gewoon... 2 bars er vanaf bij een zombie. Ja, goed uitgezocht, Giel. Ja, nee, je moet de comments bedanken. Oké, dankjewel comments voor het uitzoeken. Nee, grapje. Shit, man. Ik heb per ongeluk iets... Ik vind het wel jammer, en daar ben ik heel eerlijk in. Ik vind het echt jammer dat niet veel mensen dit spelen. Ik vind het zelf namelijk echt een hele toffe game mode. Ik vind hem ook vet. Maar het zijn niet veel mensen die dit spelen. Het is wel echt jammer om te zien. Oh, Giel, we moeten even een ice tower tussen deze twee torens gaan plaatsen. Ik heb hier al een ice tower. Kijk maar. Ik spaar wel voor. Oh, ja, nee, hier even zo. Hier zo of zo. Naast die mage. En dan zet ik hier. Doe hiernaast nog even een TNT. Ice mag ook. TNT. Of even kijken, wat hebben we nog meer? Poison, maar die is hartstikke. Oh, wacht. Ja, poison. Nice. Goed zo. Dat was 800, joh. Want dan zet ik hiernaast straks mijn toren neer. Ik ga eerst mijn geld upgraden. Wie gaat waarvoor sparen, jongens, trouwens? Ik wel voor de Giants. Ja, ga jij voor de Giants sparen? Ja. Nice. Ja, ik vind het helemaal goed. Oké, ik heb nu de extra snelle geld. Dus dan kan ik die Sorcerer Tower zo neerzetten. En dan zetten wij in ieder geval de komende tijd even goed. Hoe is het met hun? Ja, hun gaan ook best hard. Die gast van ons, wie van ons stuurt spiders? Ik had gewoon ook spiders. Ik dacht dat die andere gast... ik hoopte dat die andere gast dat deed, maar dus niet. Mm-hmm. Oké, ja, zweven en dan slaan. Zweven en dan slaan. Holy ships. Die damage, jongen. Als ze dat maar eerder wisten. Zo, echt, hè? Misschien hadden we dan wel meerdere keren gewonnen zonder dat we het door hadden. Ik zie het ook. Ik echt zoiets van, hoe kan dat nou logisch zijn? Want dat is het wel echt gewoon. Nou ja, ik vind het tof dat mensen het nog wel echt leuk vinden. Want ik vind het zelf ook echt super nice. Ik vind deze game echt super tof. Alleen het is wel echt jammer dat niet veel... spelen. Ja. En dat merk je... ook spinnen. Ik zie het. Oh, cave spiders. Oh, lol. Maar die sla ik al. Waarom zijn ze zo snel? Zo, doe damage, jongen, dat wil je niet weten. Oh, mooi toch? Oh. Dat die gasten het altijd eerder onze dingen kapot hadden gemaakt. Wat zei je? Damn. Geen wonder dat die gasten eerder altijd onze dingen, onze mobs kunnen killen, zo snel. Ik wist het niet eens dat als je vloog... Maar zoals Giants moet je ook alleen maar bij de voeten gaan staan. Oh, nog meer... Ja, maar dan ga je gewoon net 1 meter boven de grond hoveren. En dan is het goed. Die poison doet best wel veel damage. Zo, ja, die is echt super relaxed. Oké, nice. Ik heb geld. Ik zet nu die Sorcerer Tower neer. Hier, boom. Zou ik hem upgraden? Ik heb 2k. 400 kost een upgrade, dus graag. Als je wil upgraden, graag. Nou, ik heb gelezen dat die Sorcerer Tower helemaal niet zo goed was. Niet? Nee. Maar ik heb hem nog geüpgraded, want in het begin is hij volgens mij wel beter. Hey, waarom iemand zei in ieder geval dat het niet zo heel goed was. Die koeien van ons zijn raar. We moeten wel een pijlenboogtoren neerzetten, jongens. Ja. Ik sla echt vet vaak mis bij die cave spiders. Nou, lijkt zo, omdat je ze niet gehit kan zien worden. Soms als je ze hit, dan bewegen ze niet eens.
Oh, kijk al die dieren hier, jongen. Mijn gevoel zegt gewoon dat die dingen wel echt beest zijn. Wat? Wat beest? Sorcerers. Ja. Ja, het is een beetje magie, hè? Magie doet wonderen, dus... magie. Ja. Bij mij zegt hij dat het... Mijn gevoel zegt dat het wel zo is. Kijk, hoe zou die spinnen heen eten met die zwaarden, joh? Hoe gaat het aan de andere kant? Hé, hey, hun hebben van die Archer Towers. Die moeten we ook even neer gaan zetten. Ja, maar waarom? Die hebben wij nog niet nodig. Weet je zeker? Ja, die zijn van vliegende dingen. Zoals, ook op spiders, hè? Endermites en zo. Met één cave spiders? Niet waar. Cave spiders kan alleen gezien worden door een mage. Dat staat letterlijk in de tekst net. Zie je dat? Echt? Ja. Die hint. Tot inderdaad in Waar zie je nou weer een hint? Dan druk maar op T, zie je hint. Ja, of je hebt chat uit. Oh. Dus ja. Daar is dus dat. Dus die moeten affikken dus. Ja. Ja, en wat nog meer? Mage en Ice Towers. Ja, die kunnen alleen maar fikken. Maar gelukkig hebben we overal magic toortjes. Ik heb nu een mage heb ik gemaxed. Kijk die dieren! Is het veel damage? Ja, ik vind van wel, maar ja. We moeten meer magic toortjes altijd gebruiken. Die zijn veel beter, joh. Oh, ik heb nu deze geüpgrade Eva en ik ging zo op dood. Ja. We moeten ze een iets plugin verzinnen dat je bij onze kant kunt zien hoe ver de tower van hun is. Ja, of HP. Meens. Rechts in de bar of zo. Ja. Ja, of je XP bar of zoiets. Maar weet je, dat is juist, je offert een stukje tijd plus. Maar wist je dat als je op de kist waar je dus dieren in summont eigenlijk, dat als je daar de XP balk is de tijd dat je weer kan sturen. Oh lol. Ja. Nee, heb je dat niet eens gezien? Nee joh. Oh ja, ik zie het. Wat is? Oh ja, klopt. Lees dat al. Nooit op gelet. Oh zo. Ah, ik dacht dat jullie dat wel hadden. Nee, wij zijn niet zo goed. Oh, wat? Kom op, ik wil meer geld. Waar ben je nog niet? Schat, jij spaart voor de giant, hè? Ja, ik doe mijn best. We moeten creepers gaan kopen, trouwens, hè? Ja, ik heb ze gestuurd. Ja, maar de vorige keer hadden wij creepers. Die gingen heel snel dood, omdat hun de sorcerer towers en zo hadden. Ja. Ik heb creepers al gehaald. Dus ik heb ook al creepers. Oh, nice. Want ik stuurde ze al. Ja, heb je al bij Wan sparen voor de giant, dan? Ja, ik moet sturen, want anders kan ik toch niet... Oh, wie heeft hier die mage tower neergezet? Oké, nice. Daarnaast zet ik een poison tower nog een keer neer. Nee, ja. Die zet ik... Die poison tower doet heel veel damage vanaf het begin, hoor. Ja, dat snap ik, maar ik kijk even naar... Maar je ziet wel elke keer die hartjes vliegen. Oh, die kan ik niet... Dat je critical hit. Sorry. Nee, ik heb niet genoeg geld. Wat wil je neerzetten? Poison? Ja, nee, niet hier. Ik wil... Hiertussen wil ik een sorcerer zetten. En ik wil dus eigenlijk vanaf... Je moet op dit blokje waar ik nu op sta, moet je klikken en een poison neerzetten. Yes, dan kan daartussen kan namelijk een sorcerer tower. Ja. Maar ik ga je poison tower wel even maxen. Die kan ik wel betalen. Ik heb nog 1,1k, dus... Oh, lekker. Ik moet trouwens wel even zombies blijven sturen, want ik heb echt weinig XP. Oh, hun kunnen niks tegen creepers. Die creepers die lopen gewoon door. Die creepers lopen serieus door! Blijf ze sturen. Holy shit! Ze hebben de hele tijd. Ja, ze hebben de verkeerde torens. Holy shit. Oh, ze lieven allebei. Twee zijn geliefd. Oh, er is nog één. Oh, dit is zo genaaid. Ze kunnen gewoon niet defenden. Ze kunnen het niet defenden, dus ze lieven gewoon. Dat is echt erg als je dat doet. Wij doen het toch ook gewoon defenden, ook al zijn we maar met z'n... Ja, dat is echt gay. Wij hebben ook gewoon een teammate AFK. We hebben de hele tijd een full team gehad met vier. Ze hadden zo easy kunnen winnen dit. Ah, ik vind het... Oh, what the fuck, waarom heb ik zombie Pikmin geunlockt met mijn XP? Ik vind het super jammer dat deze game niet vol gespeeld wordt voor wat het eigenlijk hoort te zijn. Ik vind deze game echt super cool bedacht ook. Ja, dat is echt gay. Gewoon die gasten die hem gewoon keihard liefden. Ja, dat gaat hij nooit winnen. Ik heb ook een creeper achteraan gestuurd. Dit is mijn creeper toch? Ja, ik had het in mijn team gestuurd. Oh, ja, rest kapot. In peace. Dit is echt lullig voor hem. Hebben we al een giant? Nee, de giant die heb je echt niet zo snel. Rustig. Echt, hè? Hebben we al een giant of zo? Gaat het nog een beetje sneller met onze giant, of niet? Ja, ik vind het echt zielig voor die Delano. Hij geeft het op. Thanks, hij staat gewoon stil. Oh, dit is echt zo zwaar genaaid. Ja, dat is toch niet cool? Nee, ik weet het. Waarom ga je dan een minigame? Ik vind ook dat mensen die dat soort dingen doen, die moeten ook gewoon op blijven bokken. Die moeten ook niet meer terug kunnen komen. Dat is toch super sneu voor die jongen? Ik kijk jullie video's! Oh. Ah, ze denken Nederlands. Oké. Okay. Oh.
Oh. Ik vind het wel echt zielig voor die gast hoor. Gewoon ja, zijn teammates hebben gewoon in de steek gelaten. Maar ja, we blijven wel monsters sturen, Delano. Ja, dan we moeten toch iets. Ja. Kunnen we niet meevechten? Omdat het 10 uur duurt. Ja. Nee, is wel lullig voor hem. Pas op, er komen meer creepers aan, Delano. Ik heb 1 creeper gestuurd. Oh. Ik wil eerst meer XP hebben. Ik wel knap als hij daar tot het einde blijft. Dat vind ik gewoon... Ja, zwaar respect voor hem gewoon. Dan moet hij gewoon eigenlijk in ons team de volgende keer. Dan mag jij dat gaan regelen, schat. Ja. Succes! Mag jij met Delano regelen? Dan mag hij de volgende keer meedoen. Zit hij in een team die niet lieft? Ik snap ook niet waarom je zou gaan lieven. Wat is daar nou de fun van? Ik bedoel, hij redt het in zijn eentje met Defender. Ja. Kijk, in eentje... Ja, oké, maar... Giel, er is al bijna de helft van de toren kapot. Ja, en als we met z'n vieren waren, dan was er nu een kwart van weg. Waar. Dat is waar. Nou, dan komen er ook weer creepers aan. Ja, we moeten even een hele lading in één keer sturen. Dus als jullie gewoon even ook al jullie geld sparen, doe ik dat ook. En dan sturen we straks gewoon in één keer een hele shitload. Wat? Ja, wat moeten we anders doen? We kunnen wel gaan wachten, maar daar schieten we ook niks mee op. Moeten hem uit zijn lijden verlossen. Laten we gewoon zo doen dat als we allemaal in één keer 5 sturen, dus als we 1500 coins hebben... Oh, ik heb hem al 5 gestuurd, 5 creepers. Hoeveel heb je dan? Hoeveel coins? Je hebt het weer 390, had net rond de 1700. Zo, en jij... Oh ja, ik zie hem 5 creepers hier al gaan. Giel, ik hoeveel heb XP jij? Ik moet hebben eerst. 500, dus ik kan er 2. Oh ja. Ik heb nu 1300 coins. Nee, krijg ik eigenlijk XP. Oké, Giel, zullen we gewoon sturen nu? Ik heb XP als hij creeps vermoord, maar hij heeft Giel, wil je sturen? Ja. Oké, 3, 2, 1. Oh, 1 coin nog, go. Nou, okay. Ik heb er ook 5 gestuurd. Ja, sorry, het spijt me, Delano. En die andere gozer staat er nog AFK bij ons. Wij waren ook maar met z'n drieën. Hij is al geliefd, die van ons. Oh echt? Oh, maar hier staat hij nog. Daarom dacht ik ook. Maar laten we nu wel even al onze coins gaan sparen. Ja, ik moet eerst XP hebben. Voor wat? Voor die giant. Oh ja, maar we hoeven ons geen zorgen te maken, want hij gaat toch geen giant sturen. Hij stuurt zelfs nu niet eens zombies, dus... Nee. Super lullig. Oh, dat is echt zielen. Yep. En die creep blijft maar doorkomen. Kijk, daar komt mijn stoet van 5 aan. Zo, ja. En mijn stoet van 5 komt daar achteraan weer. Het spijt ons, Delano. Dat is echt zielig. Dit is echt best wel sneu. Maar ja, we kunnen niks anders doen. Kijk, die creepers, die gaan nu opsplitsen. 1, 2, hoppa. Ik vind het wel mooi als ze één kant gewoon hebben. Je ziet hem typen gewoon, hij is gewoon even... Ja. Hij zal wel denken, even lekker XP farm hier, hartstikke leuk. Ja, even haar 5 creep staan er nu op in te knallen. Mijnen komen er ook aan. Ik heb nu alweer bijna geld voor 5 stuks. Dus ik wil graag nog een keer zo... Ik heb bijna 500 XP. Hoeveel geld heb je dan, schat? Je moet 1500 XP hebben. Oh. Hoeveel geld heb je, Ik heb 1540. Oké, willen we even wachten, want ik heb nu 1400. Zoals we allebei straks genoeg sturen. Giel, hoeveel geld heb jij? 800, kan er bijna 3 sturen. Bijna 3. Nice. Ik kan er straks 6 sturen. Ja, ik heb alweer bijna. Kijk, die fucking creepers. Oh. Oké, ik zou zeggen, wie wil er allemaal sturen? Want ik ga nu 6 sturen. Ja, ik ga nu sturen, ja. 3. Giel, stuur je ook meteen mee? 2. Ik heb al net 1. Dat is ook 1 seconde geleden. Oh, kijk. Ik wil wel even kijken. Kijk ze. Oh. De eerste drie van mij zijn om de klappen. Oh, dit is zielig. Oh, sorry Delano. Het spijt ons. Nou, die toren gaat nu kapot, denk ik. Die gaat voordat nu nog kapot. Voordat wij eraan komt. Voordat die rest eraan komt, is deze toren kapot. Je moet vliegend slaan. Komt nu nog een creeper bij. Dan doe je veel We staan meer. Gewoon toe te kijken hoe Delano gaat verliezen. Hij luistert gewoon naar zijn enemy. Oh, hij heeft een stone sword. Of een iron zelfs. Slim. Ja, tuurlijk, veel meer damage. Laatste 2 bars. Dankjewel. Hielen de creepers nou? Nee, die blijven dus explodeerd. Nee, er zaten er 2 in elkaar. Begangt. Begangt voor je tip.
Is heel in 5 minuten ook Armageddon? Oh my god. Nou, nou, hij heeft het wel tot aan de Armageddon aankondiging volgehouden. Nou, ja, dat toch knap. Waar zijn, onze tien... Oh, die 10 creeper. Oh, dit is gewoon snel. Nee, dat wint hij niet. Kijk maar, laatste bar. Het is afgelopen. Hoeveel is dat dan? Hoe is het met ons kasteel trouwens? Oh, dat geeft hij heeft wel genoeg coins verzameld. Hij heeft gewoon een iron sword. Alleen al een upgrade naar een stone sword kost 2000. Ja, en dan een iron kost 3000. Dus hij heeft in totaal 5k verzameld. Volgens mij gaan de creepers er net wel komen. Ja, ja, draai je om de laan. Ja, hij is er al. Oh. Je praat een team. Oh, maar jij heeft het al gezien. Ja, dit gaat hij nooit winnen. Kijk die creepers. Dit is wel een hele goede tactiek die we gewoon vast moeten blijven houden. Dat we gewoon echt met z'n allen in één keer creepers sturen. Moet je kijken hoeveel stuks er in één keer staan. Oh, oh. Kaboom. Goed nice gedaan. Gespeeld. Delano. Goed gespeeld. Ik vind, dames en heren, laat even een applaus en een toffe reactie voor Delano achter. Want hij heeft het toch geprobeerd zonder teamgenoten. En dat vind ik toch knap. Hij is een strijder geweest. Maar ik hoop dat ik veel meer mensen tegen ga komen op eigenlijk Tower Defense. Want ik vind het zelf wel echt een hele toffe game. Ja, maar hopelijk zie ik jou de volgende keer weer. Zoals gewoon ik zeg, ik tegen de mensen altijd. Ciao! Yo!